Hallo iedereen, hallo. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Wij zijn op de IKEA site. Hoe noem je dat? IKEA site. IKEA site, ja. Een haarstad, ja. Een haarstad met een man. Het is zaterdag. Ik ben gaan fitnessen. Ik ben naar kantoor geweest op een zaterdag, maar om te kijken wat er nog in stok was en zo. Ik ben naar mijn ouders geweest. Ja, ik ben gaan werken. Het was vandaag een zaterdag. Speciale dag hè, voor de Bruno's, dus ik moest even de zaterdag gaan werken, wat ik normaal niet doe, maar... 30 jaar. Of wie 30 jaar op. Dank je wel. Mijn appel, keileel kan eten. Het zit hier weer aan het smaken. Heel veel mensen kunnen daar niet tegen waarschijnlijk. Doet nog wat extra. Sorry. Ik kan er wel goed tegen. En we gaan nu naar... Met Zal du Monde. Oui, oui. En we hebben straks een housewarming en we willen wel een leuk cadeautje hebben. Mm-hmm. Dus we gaan eens kijken wat ze hebben. Zal du Monde, check. We hebben het housewarming cadeautje. Wel super mooi, vind ik. Mm-hmm. En ik moet maandag mijn verjaardag van Delphine. Dus dat cadeautje heb ik langs hier. Heb ik ook nog gekocht voor maandag. Ook wel kei tof. Mm-hmm. En nu gaan we naar de IKEA. Kijk, zo'n mooie auto. Oh, mooi. Wat een kleur. Maar dat is een lange. Dat is niet zo mooi, vind ik. Oh, daar als die Royal Blue. Daar is... Oh, daar is nog zo'n blauwe. Oh ja, wat? Is dat ding? Ineens zie je dat precies zoveel, die blauwe. En nu ligt hij daar al. Stereo Blue. Nee, hoe was het? Ja? Stereo. Astoria Blue. IKEA! Gaan we ook eten hier? Al nog, hè? Ja. Ja. Oeh, ja, dan moeten we thuis nog eten. We kunnen toch volwaardig eten? Hier hebben ze ook salm en groentjes en zo. We hebben gegeten in IKEA en ik wou mijn bord filmen. Maar ja, ik denk er nu pas aan. Dus mijn bord is leeg. Ik wil niet bord filmen, maar er zit niet veel op. Ja, u is leeg en ik ben nog bezig, maar ik zit zo goed als vol. Dus ik denk dat het gaat blijven. Nee, ik heb alleen maar een potje ketchup genomen. Dat is lekker. We zijn terug thuis. Dit hebben we voor Sophie en Claudio gekocht. Zo'n cactusje. Oeh, pardon. Maar geen echte, hè. En zo, ja, hoe noemt je dat? Ik weet het niet. Zo'n glazen ding waar dat ze zo'n fotootje of zo kunnen inzetten. Een ananaskaartje en een kaartje. Dat ziet er zo uit. En dan hebben we dit gekocht voor buiten. Maar die hangen... Nu hier, we hebben die gewoon even hier aangehangen. Dat we geen plaats hebben om die te hangen. Maar we gaan die daar in de hoek hangen. Als de muren gekuisten zijn zo. Ik denk dat we volgend weekend de muur gaan kuisen en het terras gaan kuisen. Met de hoge drukreiniger. Een paar vrienden op bezoek gehad met superleuk cadeautje wel. We hebben veel gekregen, hè? Ja, we hebben het nog niet open gedaan, want dan gaan we morgen een video doen. Mm-hmm. Maar ik zag al iets van een soort krabdingetje en veertjes en eten. Ja. En... Allemaal spulletjes voor de katten, mm-hmm, om te jagen en eten van alles. Heel fijn. Eten heel gezond en zo heel natuurlijk en heel vers eten. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan vinden. Yep. Het komt allemaal van Beestig. En Beestig is een webshop dus met food, toys en more. Ja, allemaal voor beesten. En ook als je diertjes hebt die zo wat gezondheidsproblemen en zo hebben. Die hebben echt heel gezonde voeding voor diertjes. Ja. Gaat je amuseren, Muffin? Muffie! Muffin, denk ik. Ja. In de tijd een beetje. Na de housewarming, ja, om 8 uur begonnen, want het is 7:55. Maar ja, het was ook gezellig, hè. Dus... Ja, dat is waar. Come on, hè.
Beetje tempo, hè. Doe mijn best. Tempo. Ik ben klaar om naar de housewarming te vertrekken. Dit is mijn outfit. Ploesje is van ooit op AliExpress zelfs, denk ik. Zwart blazertje. Zwarte broek is van Totally Too, blazertjes van H&M, mijn tas van Guess en schoenen van, daar is mijn pick-up dingen, schoenen zijn van Perka. Jokes. Ik kan niet binnen zo. Verdampt met hakken. Kijk eens wat een chique doekjes zijn. In zo'n auto stappen. Ik heb mijn dikke jas meegenomen. Dikke jas? Ja, ik zie dan nog zo gebeuren dat hij zo kan. Buiten doen of zo. Ah ja. Ja, dat kan wel. Ja. Daar heb ik een dikke jas meegenomen. Slim. Allee, we gaan vertrekken. Let's go! Mijn schoenen maak ik wel lawaai. Ja, die echoen ook nog eens goed. Ja, hier in de garages. Oh nee, we gaan in het dak. Ja, ik vind dat niet leuk, hè. Deze garages. Ja, doet jij het licht maar aan. We hebben niks gefilmd bij Sophie en Claudio, omdat... Oeh, ja. Omdat... doet de garage maar openen. Omdat het toch zo'n beetje privé is en ik weet niet. Zo. Wat? Horen jullie mij nog? Hallo? Jawel, ik denk dat wel. Ik hoor nog iets. Ja, voilà. Hier zijn we terug, hè. Maar dus, nu weet ik niet meer wat ik aan het zeggen was. Ah, dat we niks hebben gefilmd. Maar het was heel gezellig, echt heel fijn, op een heel mooi huis. Heel mooi huisje. Ja, echt heel tof, heel gezellig huis. Het is heel mooi gemaakt. Maar nu het is het tijd om te gaan slapen, want ik ben stikkapot. Ja, dat is heel mooi, ja. Ik val echt bijna in slaap. In de auto was ik echt zo, oh nee, ik ga in slaap vallen. Nou ja. Ik wil nog één ding zeggen, vorige week zaterdag was er geen vlog online. En dat is omdat we nu... Er komt een auto. Verstoort mij. Dat is omdat we nu op zaterdag ook geen vlogs meer gaan doen waarschijnlijk. Als we zin en tijd hebben om een vlog te maken op zaterdag, dan doen we dat zeker. Maar zoals jullie de laatste vlogs ook al hebben gezien, kwam Sam bijvoorbeeld minder in beeld. Omdat Sam zo... Dankjewel. Omdat Sam zoveel moet werken en zoveel weg is voor het werk. En dan probeer ik alles wat alleen te vloggen. Maar als ik op mijn werk ben en de hele dag hetzelfde doe op kantoor, is dat natuurlijk ook niet interessant. Dus daarom heb ik besloten om... Puntje met paaltjes, ik kan het niet alleen. Zeg, ja, help mij dan, hè. Kom. Dat is niet waar. Ja, help mij. Het is veel, hè. Ja, het is veel, hè. En het is gewoon, ik doe alles alleen. Dus, Ik krijg het recht. Allee. Dus gebeurt. Ja, Sam kan me gewoon niet. En ik monteer alles en ik vlog dan ook nog eens de hele dag. Maar het is ook niet... Sommige dagen denk ik ook, ik doe net hetzelfde als wat ik gisteren heb gedaan. Wat ga ik nu filmen? Wat speciaal is of ja, zo. Alles en dan wat denk je dat tegenwoordig ziet is allemaal Talissa. Ja. All you. Wat je, allee, ik bedoel, alles wat heb jij gemaakt en gedaan. Ja, en het is gewoon een beetje te veel momenteel. Daarom op zaterdag geen video's meer, maar... Ik, zoals ik zei, als we echt iets speciaals hebben gedaan en we kunnen een zaterdag invullen, dan doen we dat. Maar hopelijk begrijpen jullie dat. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon veel. We hebben allebei heel veel werk. We zijn met heel veel dingen tegelijkertijd bezig. Plus, dan dat er nog eens bij. En ik wil ook liever tijd steken in het maken van goede en toffe content. Ja, zo'n beetje andere video's dan ook. In plaats van enkel alleen maar vlogs. En dan is het ook leuk als ik meer tijd heb om daar tijd in te steken. Snap je? Snap je? Snap je? Snap je? Zegt hij dan zo? Nee, kan dat niet. Snap je? Nee.
gewoon, snap je? Snap je. Oké. Okay. Weet je? Weet je. We zijn thuis. Gaan dus een vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie... Morgen.